De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn dit jaar ook in Schiedam anders dan normaal verlopen. Vanwege het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen is door de overheid besloten dat enkele stembureaus ook in Schiedam al op maandag en dinsdag opengingen. De twee extra dagen waren vooral bedoeld voor de kiezers die behoren tot de zogeheten doelgroep. Ook kiezers die uit veiligheidsoverwegingen de grote drukte op de woensdag wilden vermijden, konden op die dagen al hun stem uitbrengen. We hadden 4 stembureaus, inclusief de drive-thru en ons rijdend mobiele stembureau is op meerdere plekken geweest. Het meest succesvol was het Bachplein. Daar hadden we al een XL-locatie met 1 stembureau. Vanaf vandaag zijn het zelfs 2 op die locatie in diezelfde tent. Maar het Bachplein, daar zijn afgelopen maandag al 1500 mensen wezen stemmen. En dat is de opbrengst van een klein stembureau op een gewone verkiezingsdag. Dus dat is echt geweldig. Dus die 1500, dat zijn toch veel mensen uit de omgeving van Bachplein, ouderen. Die hebben gezegd, we gaan vast vooruit stemmen. Daar is het ook voor bedoeld geweest. Ook op het Centrumstation en in het stadhuis, in het theater, is goed gestemd. En ik wil nog even melden hoeveel briefstemmen wij uiteindelijk hebben ontvangen. 4000. Inclusief degene die we alsnog mochten meetellen na gisteren. Dus dat betekent dat 4070-plussers en al die mensen op en rondom het Bachplein massaal hebben gestemd. En daar ben ik heel blij mee. Als gevolg van de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus was een groot deel van de stemlokalen, die normaal gesproken in Schiedam wordt ingezet, nu niet bruikbaar. Er waren daarom nu een aantal alternatieve locaties waar kiezers hun stem konden uitbrengen. Zoals eerder gemeld, we hebben de helft van onze stembureaus moeten vervangen door nieuwe locaties. Grote tenten van 100 vierkante meter minimaal met aparte ingangen, uitgangen, extra voorzieningen. Dus het is wennen. De vertrouwde stemlocaties zijn voor sommige mensen ook niet meer beschikbaar. We hebben ook zoveel mogelijk geprobeerd daar via de pers en de publiciteit aandacht aan te geven. Aan de andere kant de dichtheid. En daar zijn we ook wel een beetje trots op in Schiedam. De dichtheid aan stembureaus is hetzelfde gebleven. We hebben altijd gezegd een maximale loopafstand van een paar honderd meter. Niet te veel. Het moet echt aantrekkelijk zijn om te gaan stemmen. Het mag geen belemmering zijn. En die dichtheid hebben we nog steeds overeind gehouden. Wat verwacht u qua opkomstpercentage? Ik denk dat deze verkiezing ondanks corona een hoger percentage wordt dan we andere jaren hebben. Schiedam doet het gemiddeld niet zo goed ten opzichte van de rest van het land. Maar de Kamerverkiezingen zijn ook in Schiedam altijd wel de toppen. Zitten toch zo ver in de 70 tegen de 80% aan. Dat is heel goed. Ik denk dat het dit jaar meer wordt omdat we die spreiding hebben over die 3 dagen. En omdat dat briefstemmen meetelt. En ja, er is best wel veel mogelijkheid om te gaan stemmen. Ik merkte het zelf, ik ben gisteren in de drive-thru geweest, gewoon om het ook even uit te proberen. Nou, er is een constante stroom van auto's. Vandaag hebben we zelfs 2 lanen open bij die drive-thru. Ja, dit zijn ook wel uitnodigingen om te zeggen, oh, als ik dan toch in de buurt ben, dan ga ik langs. Dus we maken het zo aantrekkelijk mogelijk. Na het sluiten van de stembureaus beginnen de gemeenten met het tellen van de stemmen. De voorlopige uitslag voor Schiedam wordt waarschijnlijk tussen middernacht en 1 uur verwacht. De kiesraad maakt op vrijdag de officiële verkiezingsuitslag bekend.